Het eerste punt is het inspreken, zoals ik zei. En ik heb het doorgekregen en ik heb hem al zien zitten dat de eerste inspreker is meneer Albrechts over het onderwerp accommodaties. Dus meneer Albrechts, aan u het woord. En wilt u even de microfoon aanzetten als u gaat spreken? U hebt 5 minuten, dat wist u waarschijnlijk al van tevoren. En daarna kunnen de raadsleden nog vragen aan u stellen. Gaat uw gang. Goed, bedankt. Goedenavond. Over enkele weken neemt u als gemeenteraad een besluit over de beheer en exploitatie van 7 accommodaties die nu nog onder SRGO-leiding staan. SRGO is vanaf de oprichting, net als zijn illustere voorganger Stichting Olympia, veelal negatief in het nieuws geweest en heeft te kampen met een slecht imago. Hoe komt dat? Wat is er allemaal gebeurd? Hoe betrouwbaar zijn deze stichtingen gebleken? En willen het gemeentebestuur en de gebruikers van de accommodaties wel verder met SRGO? Eerst een terugblik. Sinds 2017 beheert SRGO 7 gemeentelijke accommodaties. SRGO is opvolger van Stichting Olympia, die van 1987 tot 2017 de Staver beheerde. In 1987 werd de Staver geopend. Stichting Olympia werd beheerder, de burgemeester werd voorzitter en de gemeentesecretaris werd secretaris van Olympia. Sportfondsen ondersteunden Olympia bij het beheer. In 2003, na het plotseling overlijden van de manager van de Staver, bleek uit onderzoek van accountantskantoor DRV dat er jarenlang fraude gepleegd was. En dat er door de gemeente weinig of geen controle was uitgevoerd. Het gemeentebestuur van Middelhangers heeft deze fraude 3 jaar lang geheim gehouden. Een raadslid heeft in 2006 uiteindelijk aangifte gedaan bij de politie. In 2009 bleek dat de opvolger van de eerste manager van de Staver ook jarenlang gefraudeerd had. Hij werd op non-actief gesteld. Ook nu bleek de controle door de gemeente onvoldoende. De toenmalige voorzitter van Stichting Olympia benoemde zichzelf vervolgens tot manager. Vanaf dat moment bestond het bestuur van Olympia nog maar uit 2 personen. Dit in strijd met eigen statuten. Tot de oprichting van SRGO heeft het bestuur bestaan uit diezelfde 2 bestuursleden en was er nog steeds weinig of geen controle door de gemeente. In 2011 is de huidige directeur van SRGO als manager van de Staver aangesteld. Het begin van een periode van afbraakbeleid en angstcultuur. In 2014 verscheen het onderzoeksrapport van bureau FIT en het Fit en Gezond en in 2015 verschenen de 4 rapporten van Synorgus. In alle rapporten werd vastgesteld dat de stichtingsvorm voor het beheren van de gemeentelijke accommodaties geen goede optie zou zijn. Toch besloot de toenmalig wethouder voor een stichtingvorm te kiezen. Samen met de manager van de Staver stelde de wethouder dat de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro per jaar op die manier behaald zou worden. De bezuiniging is echter nooit gehaald. Integendeel, een aantal jaar geleden is de subsidie voor SRGO zelfs met 160.000 euro structureel per jaar verhoogd. Daarnaast zijn de afgelopen jaren nog diverse extra subsidies verleend. Naar aanleiding van een groot aantal klachten over onder andere de luchtkwaliteit en zwembad de Staver, gaf het college in 2017 opdracht aan de GGD om een rapport op te stellen over de trichloramideproblemen. De directeur van SRGO heeft rapporten met trichloramideoverschrijdingen bewust buiten het onderzoek gehouden. In het rapport staat daardoor dat er geen trichloramideoverschrijdingen zijn gemeten, terwijl er in werkelijkheid meerdere rapporten met overschrijdingen bestaan. Ik heb deze rapporten in mijn bezit en die wil ik ook graag delen als iemand daar behoefte aan heeft. 2018, een serie calamiteiten in de Staver waarbij sprake was van levensgevaarlijke situaties. Bij een ontruiming van de Staver ging echt alles fout. Werknemers bleken niet opgeleid voor hun taken en het ontruimingsplan bleek niet in orde. En hulpdiensten werden niet geïnformeerd. Voor de slachtoffers van deze calamiteit is nooit een informatiebijeenkomst gehouden. 2019, sportfondsenrapport. Ook hier heeft de directeur van SRGO meetrapporten met overschrijdingen buiten het rapport gehouden. Terwijl ze toch echt bestaan. Ik heb rapporten met tientallen overschrijdingen in mijn bezit. Het rapport van het Mulier 2020, het rapport van het Mulier-instituut. Ook hier is hoofdzakelijk input verkregen van de directeur van SRGO. Het is daardoor een onvolledig rapport waarin belangrijke informatie ontbreekt. 2021, onderzoek door bureau 10. De wethouder heeft de coördinatie overgelaten aan het bestuur van SRGO. Bewust zijn loyale, ervaren krachten die vanwege het SRGO-beleid de afgelopen jaren de organisatie verlaten hebben, buiten het onderzoek gehouden. De conclusies in het rapport zijn snoeihard. De werkelijke situatie is nog veel erger, schrijnend zelfs. De organisatie is uitgehold, personeel is vertrokken en veel ervaring is verloren gegaan.
De afgelopen jaren heb ik een aantal WOP-verzoeken ingediend om ontbrekende informatie over calamiteiten en andere onrechtmatigheden boven water te krijgen. Helaas gaat het hele SRGO-verhaal steeds meer lijken op het toeslagenschandaal. En ik voel me steeds meer de Pieter Omtzigt van Goede Overflakkee. Echter, er is één groot verschil. Omtzigt kreeg documenten die voor een deel zwart gemaakt waren. Ik kreeg na diverse keren vragen van het bestuur van de SRGO als de wet, zowel van het bestuur van de SRGO als van de wethouder, helemaal niets. Pas na meerdere WOP-verzoeken kreeg ik een klein aantal documenten, maar lang niet alles waar ik om gevraagd had. En ook niet de complete dossiers en ook niet binnen de wettelijk gestelde termijn. Uit de documenten die ik wel heb ontvangen blijkt dat er nog steeds weinig tot geen controle is door de gemeente en dat niemand verantwoording neemt voor de steeds groter wordende problemen. Ik heb 2 wethouders en vertegenwoordigers van 4 verschillende fracties aan de keukentafel gehad. En bij 2 raadsleden van de 5e fractie ben ik enkele jaren geleden op huisbezoek geweest. Allen heb ik aan de hand van mijn dossier laten zien wat er speelt en wat de gevolgen zijn. Meerdere keren heb ik aan de hand van mijn documenten uit mijn dossier over de oorzaken van de problemen en de slechte bedrijfsvoering met de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder gesproken. Maar steeds weer blijft het angstvallig stil. Gemeenteraadsleden, het is aan u om te beslissen of we doorgaan met deze beheervorm en deze beheerder. Wilt u door met een organisatie die structureel de zaak bedriegt en haar werknemers wegjaagt? Willen we gevangenen zijn van het verleden of pioniers van de toekomst? Ik sluit af met een citaat van Einstein dat door een van de raadsleden vorige week gedeeld werd op sociale media. De definitie van waanzin is telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten. Kortom, we hebben ruim 30 jaar allerlei constructies bedacht om accommodaties te beheren. Steeds zonder succes. Sportfondsen, Optisport, Olympia, SRGO, alleen maar ellende. Het is echt tijd voor een andere koers. De accommodaties moeten terug naar de gebruikers. Dank u wel. Dank u wel voor uw inspraak, meneer Albrechts. Ik zie wat vingers her en der omhoog gaan. Meneer Eikenaar. Over Einstein misschien? Ja, het was een quote die ik op social media naar buiten bracht, volgens mij. John. Maar helder verhaal, dankjewel. Heldere chronologie, dankjewel. Ook een heleboel aangeven wat niet goed is. Maar stel, we draaien het eens om. Je krijgt de ultieme macht en het ultieme gezag. En jij gaat beslissen hoe het dan wel moet. Hoe gaan we het dan doen? Want je hebt alleen in je laatste paar woorden gezegd. Moet terug naar de gebruikers. Voor de rest was het eigenlijk een klaagzang hoe het niet moet. Ja. Leg eens uit vanuit jouw achtergrond hoe het dan wel moet. Klopt. Nou, we hebben natuurlijk gezien hoe het niet moet. Dat hebben we na 30 jaar geprobeerd. Ruim 30 jaar. Hoe het wel moet, hoe het zou moeten, in mijn beleving, is voor een groot deel ben ik het eens met optie 3, die ooit genoemd is door meneer Zweris. De accommodatie moet terug naar de gebruikers. Kleine compacte organisaties met lokaal beheer, een lokaal bestuurtje. Zoals we dat zien bijvoorbeeld in Oldersplaat, het centrum, zeer succesvol. We zien dat in de Melishof, we zien dat in de Fioskantine. We zien dat daar gewoon een goede beheerder zit, die de zaak onder controle heeft. En we zien daar dat vrijwilligers in het bestuur zitten, die weten wat de gebruikers willen. Direct lijntje naar de gemeente, kosten onder controle, nooit achteraf met nog eens extra subsidies. Nou, en de zwembaden, dat is ook helder. De zwembaden, die moeten echt terug naar de gemeente. Neem het Zuiderdiep, dat is tot de oprichting van SRGO was dat super succesvol. Drugszwembad, altijd klandizie. Die hebben nu echt te lijden onder die nieuwe organisatie. Daarnaast is 3 zwembaden te veel. Nou, we hebben afgesproken dat we nieuw gaan bouwen. Maar we moeten nu constateren dat de Staver echt niet levensvatbaar is. We zijn teruggelopen van 150.000 bezoekers in de beginperiode naar 30.000 betalende bezoekers in de 12 maanden voor de coronaperiode. Die houden we er even buiten, want dat komt later dan bij jullie terecht. Want er zal best wat extra subsidie naartoe moeten. Maar goed, een zwembad met 30.000 bezoekers en een kostenplaatje van een 7,5 ton. Dat is echt, dat gebeurt nergens. Dat is alleen hier. Als je berekent dat hoe dat kost per bezoeker, kom je €25 per bezoeker. Ja, tel uit je winst. De normale stelregel is dat een kaartje wat een bezoeker koopt in een zwembad,
Als het 5 euro kost, dat de gemeente, of de beheerder dan, of de eigenaar van het gebouw, diezelfde 5 euro bijlegt. Op die manier kom je aan een normaal exploitatietekort. Zoals ik mag samenvatten, voorzitter, de kleinere buurt, dorpshuizen. Klopt. Terug naar de kernen brengen en dat zou het advies zijn. En de zwembaden. Zwembaden terug naar de gemeente. We hebben een prachtig voorbeeld hoe het altijd gegaan is. Ik denk dat het antwoord op de vraag wel duidelijk is. Ja, ik zie dat u heel veel nog daarover kan vertellen. Maar er waren nog meer vragen. Dus ik stel voor dat we naar... in ieder geval meneer Zweres zag ik nog. Ja, meneer Zweres gaat ervan. Heer voorzitter, ik heb één vraag aan de heer Albrechts. U weet, ik hou van feiten. U zegt letterlijk, de organisatie is uitgehold. Personeel is vertrokken. En veel ervaring is verloren gegaan. Kunt u deze woorden staven met feiten en met statistieken? Nou, dat de organisatie uitgeholpen is, dat is duidelijk. Want de afgelopen maanden, dus naast de coronaperikelen, zijn dus gewoon ook niet alle SGO-gebouwen meer geopend. Vanwege personeelstekort. Alleen al in het Zuiderdiep zijn sinds de oprichting van SGO 12 vaste krachten opgestapt. En dat is niet omdat ze het zo leuk vonden bij SGO. Dat had een andere reden. Die reden weet ik wel. Ik praat met oud-collega's. Het zijn ook oud-collega's van mij. Ook in de Staver zie je dat. Dus recent is daar een goede zwemonderwijs vertrokken. Onderwijzeres. Daar is de chef van de horeca vertrokken. Niet omdat het zo leuk is. Maar omdat gewoon de onzekerheid, het beleid... Is, een simpel voorbeeld, u vraagt ook van kunt u dat staven? Nou, zwembad de Staver gesloten op zaterdag en zondag en zomers 6 weken gesloten. Zuiderdiep, of de Gooien. Ik was vorige week in de Gooien en ja, zwembad gesloten. Dus de volgende dag maar terug, weer gesloten. Donderdag gaan we het weer terug. Ja, hoe kan dat dan? Nou ja, we hebben gewoon geen personeel. Is het zwembad s'avonds dicht omdat er geen personeel is? Hoe kan dat? Een organisatie met 85 werknemers die nog niet eens een gebouw open kan houden. Nou, dan hebben we gezien het Zuiderdiep. We hebben daar een flinke verbouwing gepleegd de afgelopen maanden. Bijna 500.000 euro gespendeerd. En dat is dan voor een 7-daagse openstelling. Nou, u weet, ik ben er zelf bedrijfsleider geweest vanaf 2012. Werd ik bestookt met allerlei verzoeken van joh. Kijk eens hoeveel dat kost en hoeveel mensen verwacht je, noem maar op. Nou, we hebben nou die 5 ton uitgegeven. De installatie is geschikt voor 7-daagse opening. Maar het gaat echt niet open op zondag. We hebben geen mensen meer. De organisatie is dusdanig uitgehold dat we dus gaan investeren in iets wat we niet waar kunnen maken. Hoe erg is dat? Als we nog even zo doorgaan, dan krijgen we hetzelfde als in de zorg. Dan hebben we straks wel iets wat zorg heet. En hebben we accommodaties, we hebben alleen niemand die er werkt. Schrijnend dat het al zo lang duurt. Ja, ja, ik ben een beetje streng vandaag. Nou, dat mag, maar goed. Ik geloof dat u nog meer voorbeelden kan noemen, maar ik denk dat meneer Zweres wel een antwoord heeft gekregen op zijn vraag. En daar ging het om. Precies. Mevrouw van der Nieuwendijk had namelijk ook nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. De rapportage van bureau 10 geeft natuurlijk duidelijk toch het functioneren niet optimaal is op vele fronten. Dus niet alleen maar in zijn totaliteit. Dus bestuur, directie en maar ook de gemeente die geeft niet voldoende inzicht. Maar hoe gaat het dan met het arbeidsverzuim? Ik bedoel maar, is er een grote ziektepercentage en hoe kijkt u hier tegenaan? Maar meneer Albrechts kan toch niet namens SRGO's spreken? Nou, ik heb diverse... Ik heb diverse WOP-verzoeken gedaan, dus ik heb best wat informatie gekregen. Een heleboel niet, maar sommige dingen wel, dus ik kan daar best iets over zeggen. U kan best... Ja, het lastige is, de SRGO is... Er is hier niemand van, dus die kan natuurlijk niks zeggen. Dat maakt het een beetje lastig, maar u mag wel zeggen wat u daar... Ja, maar goed, ik baseer dat op feiten, dus dat is geen probleem. Nee, dat is prima, dat is prima. Nou, tot de coronaperiode was er sprake van een ziekteverzuim wat ruim 2 keer zo hoog was als het landelijk gemiddelde in deze branche. En ik kan u zeggen met best wel enige zekerheid dat dat nu 3 of 4 keer zo hoog is vanwege een aantal langdurig zieken. En u zult zeggen van, hoe weet je dat dan? Nou goed, ik heb daar jaren bij die organisatie rondgelopen en veel van die mensen heb ik zelf opgeleid. Ik heb dus nog bijna dagelijks contact met die mensen en ik zie dus gewoon steeds meer mensen wegvallen of ziek of ontslag.
bizar. Zijn er nog van andere raadsleden? Ja, voorzitter, van andere. Mevrouw van Nieuwen, ik had nog een aanvullende vraag. Ja. Korte vraag dan, ja. Nou, wat is uw optie om een totaalbeeld te verkrijgen eigenlijk in zuivere zin? En zou dus een optie van de rekenkamer onderzoeken een goede zaak zijn of niet? Nou, als je een nieuwe start wil maken, dan zou je eerst het verleden af moeten sluiten. En daar is het wel hoog tijd voor, want ik sta nou voor de vierde keer hier. Ik sta vier keer te toeteren wat er allemaal gebeurd is, wat er allemaal misgegaan is. Gelukkig heb ik de vorige drie keer voorspeld wat er ging gebeuren. Vooral op technisch gebied en op gezondheidsgebied van klanten. Helaas kwam dat steeds ook uit. Maar als we een nieuwe start willen maken, of misschien wel door willen met de club die er nu zit, wat ik me absoluut niet voor kan stellen, dan zullen we eerst moeten kijken wat er allemaal gebeurd is. Want er is natuurlijk vanaf 2009 nogal wat gebeurd. Ik bedoel, er zijn bestuursleden die een bepaalde rol gespeeld hebben, die klusjes voor de organisatie gedaan hebben. Hoe is dat betaald? Er gaat ook nog steeds een sterk gerucht dat mensen betaald zijn uit het onderhoudspotje. Daar zijn namelijk die 160.000 euro voor, die extra subsidies voor, om de mensen nou eens echt uit de salarispot te betalen. Nou, zo zijn er nog veel meer dingen die onderzocht moeten worden, voor je echt een doorstart kunt maken of een nieuwe start met de accommodaties die we nu hebben. Ik zie nog een laatste vraag van meneer Huizing. Ja, korte vraag. U spreekt op eigen titel, toch? Niet namens een groep? Niet namens werknemers of... Ik spreek wel bijna dagelijks die werknemers, maar ik ga niet namens die werknemers spreken, omdat, dat zal ik je ook nog uitleggen, er heerst binnen die organisatie een dusdanige angstcultuur, dat die mensen niet eens zelf, ja, via mij durven wel dingen te zeggen, maar die durven niet eens zelf naar een bestuur of een directeur toe. Die zijn financieel afhankelijk van die organisatie en die worden kort gehouden. Nou, dat is een trieste zaak natuurlijk. Het zou wellicht anders zijn als leden van de raad ook eens gaan praten met mensen die er werken, maar zeker ook met mensen die er gewerkt hebben. Want het onderzoek van bureau 10 is in mijn ogen absoluut, de uitkomst is onvoldoende, maar de manier van onderzoek is ook onvoldoende, omdat ze weigerden om voormalige werknemers en het onderzoek te betrekken. Je wilt toch weten waarom zijn die mensen weggegaan? We hebben dan mensen die 20 jaar in vaste dienst en die stappen opeens op. Nou, die mensen spreek ik wel en die mensen zijn verschrikkelijk teleurgesteld over hoe ze behandeld zijn en hoe ze min of meer weggepest zijn. Dus nou goed, degene die wel in het onderzoek meegenomen zijn, dat zijn dan die twee bestuursleden die van 2009 tot 2017 samen buiten de statuten om het bestuur gevormd hebben. En die hebben een grote invloed gehad op dat rapport. Maar goed, die hebben in mijn ogen niet altijd de waarheid gesproken. Dus dat rapport van 10, dat is wel schrijnend en dat is erg, maar de werkelijkheid is nog veel erger. En u kan dat zelf nagaan door met de mensen te praten die er werken en die er gewerkt hebben. Ik denk dat de directeur van SGO best wel een lijstje heeft met oud-werknemers die de afgelopen 2 of 3 jaar vertrokken zijn. Dank u wel, meneer Albrechts. Ik zal het maar samenvatten met uw zorgen over SRGO. Die hebt u duidelijk naar voren gebracht. Het lastige is dat het SRGO vanavond niet op de agenda staat verder. Ik heb al gezegd, SRGO, daar is ook niemand van, dus we kunnen het er verder niet over hebben. Uw inbreng is duidelijk en het onderwerp SRGO en wat daarmee moet gebeuren staat wel op de agenda van de raad de komende tijd. Dus daar gaat de raad het sowieso over hebben en dan kan uw input sowieso meegenomen worden. En ik denk zomaar dat u altijd bereikbaar bent als mensen eraan vragen over hebben. Ja, een dingetje, de documenten waar ik steeds over heb, rapporten die achtergehouden zijn. Die hebt u al gezegd. Die zou ik graag met u delen, dus als er interesse is dan... Dat hebt u al gezegd. Weet u me te vinden. Dank u wel. Dank u wel.